papieren kon kopen, jongens. Nou, ik koop echt al... mijn zooi daar. Echt de ADHD kicks in. Hey jongens, welkom bij de crossover. I am an original by Lima Girl. Oh jongens. Ja, het nieuws is nu al 2 dagen naar buiten. Ja, Noordin. Dat jij gewoon vader wordt. Ja. Spannend, hè. Ik vind het wel echt een leuke periode. En blij dat ik het eindelijk kon zeggen. En dat het nieuws is naar buiten is. Veel mensen zeiden ook, dit is de plot twist van 2023. Ja. Niemand had het zien aankomen. Nee. En ook, ja, met wie natuurlijk een kindje krijgen. Met Shanna Kurta, die jullie kunnen kennen. Oh, Shanna, sorry hoor. Jullie kunnen kennen van meerdere reality programma's. Ja. En hoe zijn de reacties? Ja, twee dagen later. Het was natuurlijk heel spannend. En wij hebben altijd, de hele tijd dat we afspraken en een relatie hadden. En het was alles in de privé, snap je? Dus we deelden niks, niemand wist iets. Geen gezeik aan je hoofd. Geen ouwe hoer, geen mensen die wat van vinden. En ik was wel een beetje, ik heb het niet vaak, maar ik was een beetje zenuwachtig om ermee naar buiten te gaan. Want ik denk van ja, mensen gaan wat zeggen, mensen gaan wat vinden, mensen gaan ook onzinverhalen vertellen. Dat werkt nou eenmaal gewoon zo, als je alle twee een following hebt en mensen wat over je te vinden hebben. Maar, ik wil echt iedereen bedanken voor de lieve belletjes, de appjes, de reacties. Ik heb reacties gehad en bericht gelezen waar ik gewoon tranen in mijn ogen van kreeg. Oh, ja, ik ben echt een hele gevoelige vader aan het worden. Ja, hè? Nee, maar ik wil dat, als je denkt dat ergens met een verjaardag dat je niet iedereen kan terugreageren. Nou, dit was echt een bom die ontplofte. Ja, hè, dat had ik ook. Niet op kon reageren. En wat me dan wel opvalt, want... Hallo jongens, ik zit in de auto en dit is mijn fit of the day. Oh! Dit is mijn fit of the day. Mutsje gestolen van Davinio. Deze vest van Timu. Daar heb ik hem besteld. Ik zie dat je daar ook kleren kon kopen, jongens. Nou, ik koop echt al mijn zooi daar. Al mijn kinderspeelgoed voor iedereen. Welke broek heb ik aan? Waarom is het zo koud hier? Oh my god, ik heb bijna iemand aan terwijl ik aan het vloggen ben. Don't try this at home, guys. Ik ga nu naar werk. Het is, ik ben ietsje eerder van werk gegaan. Ik heb dus online gezien dat je van de belasting dus maar iets van 509 of 609 euro aan spaargeld in je huis mag hebben. Nou, dat is natuurlijk belachelijk, want... Ja, ik vraag me dan af, hoe controleren ze dat? Wat gaan ze doen als je bijvoorbeeld 50 euro meer hebt liggen in je huis? Ja, dat zijn allemaal vragen die ik wil stellen aan de Belastingdienst. Ja, ik ga deze auto echt zo in elkaar gooien en in de sloot gooien. Dat zijn de vragen die ik dus heb voor de Belastingdienst. Dus ik hoop dat we vandaag iemand aan de lijn kunnen hebben voor de Belastingdienst. Dus ik hoop dat we vandaag iemand aan de lijn kunnen krijgen van de Belastingdienst. Want dit zijn wel dingetjes die ik heel erg interessant vind. En dat is het wel voor vandaag. Ik wil ook zo graag een broodje, een panini pesto. Daar heb ik echt zin in, man. Nou, ik ga eventjes rijden en opletten op de weg. En dan zie ik jullie straks. Oh ja, en oh mijn god jongens, ik heb dus de eerste aflevering geluisterd van de podcast met Femke. En ik moet jullie zeggen, de eerste aflevering is toch, ja, we moeten echt even inkomen. Want het is natuurlijk een hele andere setting dan dat wij gewend zijn. Ik heb eigenlijk ook nog nooit zulke diepe gesprekken gehad met Femke. Dus het was voor ons beiden een beetje aanvoelen van, oké, hoe gaat deze eerste aflevering überhaupt zijn? Want ja, just... Het is ook niet dat we een testopname hebben gedaan. We zijn gewoon gelijk van start gegaan. En we merken dat de tweede aflevering toch al wat soepeler is. En we gingen echt met het schema werken bij de eerste aflevering. En we merken toch dat de tweede aflevering wat organischer gaat. Dus maar er zitten wel veel primeurtjes in. Echt heel veel primeurtjes. Dingen waar Femke eigenlijk nooit over praat op social media. Dingen die er gebeurd zijn in de jungle. Over onze vriendschap, want we hebben natuurlijk een lange tijd geen contact gehad met elkaar. En in deze podcast gaan we gewoon alles bespreken van... Hoe kan dat nou? En wat is gebeurd in de tussentijd? En hoe zijn we weer met elkaar? Hoe zijn we weer bij elkaar gekomen? Dat is natuurlijk ook iets waarvan je denkt van hoe dan?
Dus dat gaan we allemaal bespreken in onze podcast. Ik zou zeggen, abonneer alvast op ons kanaal. Ik zet de link in de beschrijving. Dus dan kan je gelijk abonneren. En ja, dat is het. Ik ga nu naar werk. Ik zie Noorden straks. En ja, dan zie ik jullie straks. Nou, de show is voorbij. Ik heb letterlijk niks van de show gefilmd. Want het was echt... Ja, er was niemand. Er was geen productie. We hebben de show zelf gedaan. Ja, de dagen tussen kerst en oud en nieuw is het gewoon altijd rustig op werk. Vergeet je loonbelasting niet te betalen. Jij toch? Heb je die al betaald? Wat? Loonbelasting. Inkomstenbelasting bedoel je? Echt de ADHD kicks in gewoon. Je vraagt me iets en dan rijd ik opeens random aan een potje. Oh. Loonbelasting. Oh, dit is... Goedemorgen jongens, wat een gezelligheid. Oh. Dima is hier blijven slapen. Wereldroom. Lekker, Iden. Zo. Trek ook geen volle zalen, schat. Nee, ik mag niet praten. Ik moet even boodschappen doen. Want ik heb echt honger. En die me zou helpen met de was strijken. Maar ja, je ziet hoe ver ze is teruggekomen. Nee, grapje. Hey jongens, welkom bij de crossover. Weet je wat de crossover is? Hoe leg ik het uit? Ik weet het ook niet. Je weet toch die aflevering dat Timmy Turner bij Jimmy Neutron komt? In die aflevering. Oh, zeg maar. Oh, dat is een crossover. En hoe noem je dat? Collaboration. Nee, crossover. Dat is toch hetzelfde als collaboration? Nee, want je komt zeg maar in iemands anders show, snap je? Zit ik nu in jouw show? Ja, jij zit in mijn show. Okay. Hi guys. Nou, ik ga naar werk en Dima en Robin gaan naar Oh mijn god, ik zie er echt wit uit. Wacht heel even hoor. Ik wil eigenlijk ook echt graag meegaan, maar het is vandaag 1 januari en ik moet gewoon werken, want Mij gezegd, ga maar naar beneden. Ja, maar ik was even vergeten dat je het echt tering doet over jouw make-up. Nee, want ik ben bijna klaar. Ik doe bijna geen make-up op, hè. Zocht je nog een slipper? Nee, ja. 10 jaar geleden zocht ik. Oké, je mag zitten. Nee, ja. Ik heb spiegel. Oké. Okay. Meestal zeg je, weet je zeker, maar nu ging je echt snel. Nee, maar ik heb deze echt nodig. Deze droeg ik toen ik zwanger was, maar nu vind ik hem niet meer mooi. Het doet echt alsof ik... Nee, ik dacht een speciale gelegenheid dat ik nog kan herinneren. Oh, toen had je hem aan. Nee. Ik heb niet meer tegen je gevraagd. Oh, dit had ik echt niet moeten doen. Je moet een beetje highlighten. Nee, oh nee. Dat kan ik niet meer weghalen. Het ziet er zo heftig uit. Nee, je bent hier sowieso wat lichter. Het lijkt wel oranje. Ik alleen foundation heb gesmeerd. Zit. Ik ga nu naar werk. Ben je eerder klaar? Ik heb toch niet veel te doen vandaag? Nee, klopt. Blijf maar gewoon onder. Ah, ik ga mijn vlogcamera niet meenemen vandaag. Dus ik zie jullie de volgende dag weer. Doei. I am an original by Lima Girl. Oh my goddy. Nou, dit is mijn outfit of the day. Zo'n lange shirt van Lima. En de legging. Lekker koffie. Ik ga nu even snel langs Robin haar winkel. Want ik heb dus een paar dingen in haar winkel gezien. Die ik moet hebben. Dan ga ik door naar werk. En ik heb... gevulde jalapeno's. Gehaald bij Tropical Dreamo. Het is zo heet. Ik heb echt scheiterij van gehad. Maar ze zijn echt lekker. En ik ga ze Noorden laten proeven. Want het is helemaal een TikTok hype. Dus, waar is mijn voortas? Nou, ik ga even snel mijn spulletjes meenemen en dan ga ik. Dus ik zie jullie straks. Ik kwam net de winkel binnen. Ik wou zeggen, ik ben in de winkel. Maar Robin is er zelf niet eens, want ze kwam net even binnen wandelen. Maar ik kwam dus voor deze blouse. Hij is zo cute. Maar, is alleen in maat M. Dus dat vind ik niet zo leuk. Dus ik pas deze helaas niet. Maar, ja... Ze zegt die stof is stretchy. Maar ik denk dat mijn dikke arm hier niet in past. Dus ik ga het ook niet eens proberen. Hallo dames en heren, welkom bij mijn vlog. Vandaag ben ik bij Robba van de Blok in de winkel.
En ik ga even gezellig langs. En ik moet wel even wennen aan geen filter hebben op de camera. Showmieter zeg. Gewoon een beetje mee. Zat hij wel uit? Volgens mij niet. Jawel, ik heb het aanknopje denk ik wel gevonden. Ja. Ja. Kijk jongens, ik ga jullie even rondleiding geven. Nou, dit is Vonneke Bonneke. Oh, wacht, ik moet je wakker doen. Dit is Vonneke Bonneke. Je kan haar kennen van... Dit is Vonneke Bonneke. Je kan haar kennen van... De Tata's. De Tata's actrice. Jongens, kijk. Deze jurk, hè. Ze heeft maar één sample. Hij is een Asher, dus daarom zit hij zo strak. Maar eerlijk, deze Teddy. Teddy jurk. Hij is wel mooi bij jou. Moet ze wel echt gaan verkopen, hè. Dat dacht ik niet. Dank je wel. Ja. Oh. Veel prachtig mensen. Hey jongens, daar zijn we weer. Waar is... Waar ben je dan, Noorden? Oh, hij is even rustig. Straks komt hij weer schreeuwend in beeld, hoor. Hey! Did a lot shit, just a little dissing lifestyle. Oh, yeah. Nou, jongens, zijn we op werk. We gaan weer hard werken, hard er tegenaan. Doe ze even mijn computer aan. Zijn nou hard werken? Ja. Die kan zo op de computer aan. Helemaal niet, dat is aan die kant bij Noorden. Jawel. Ja, wel. Zie je? Ja, dat is de taak van producer. Ik heb echt geen leuk. Wat zeg jij nou? Noor. Noorie. Ik ben helemaal schoon. Hé! Hey! Trouwens. Waar is zij eigenlijk? Zij, de leidinggevende. Heel laat. Nou, ik heb nog een paar gevulde jalapeno's voor Noorden achtergelaten. Ik vind ze in ieder geval super lekker. Maar ze zijn ook best wel spicy. En Noorden gaat ze straks proeven op de radio. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Wat zei je? Nu dan mijn kontje ervan vind je. Ja, ik zeg je eerlijk, maar... Ja. Ja. Dit is nooit een probleem. Maar in je kont? Nee, niet zo. Maar met pittig eten toch? Jij, nee, ik kan ook niet meer grappig doen bij jou. Want mensen gaan echt te heavy op. Maar ja, het in is geen probleem, maar de uit. Dus ik heb wel een beetje stress over. Ja, hoe pittig is het? Ach, jij kan toch wel tegen pittig? Je bent kort Indo. Wat jullie maar geven. Oh, dat valt er bijna één. Je moet gewoon één hap nemen, een goede hap. Nee, je moet gewoon wel de één helemaal opeten. Eén helemaal opeten? Ja. Oh, dat is toch wel een pittige... Ja, een pittig geurtje, hè? Okay, pittig geurtje, daar gaan we. En? Lekker. Vind je het lekker? Ja. Pittig? Ja, maar niet dat ik zeg niet te doen. Nee, toch? Of komt hij nog? Komt hij, maat. Komt hij dan, hè? Nou, hij brandt een beetje door. Er zit kaas aan de microfoon nu inmiddels. Mensen met misofonie, ja, het spijt ons, maar je loopt echt hard te kauwen, hè, de microfoon. Oh, nee, vreselijk. Ik kreeg dus net een appje dat onze podcast van mij en Femke op nummer 8 is binnengekomen van alle podcasten in Nederland. Dus de top podcastenlijst. Ja, we hadden het echt gewoon totaal niet zien aankomen. Want we dachten we komen gewoon in die lijst van 100 podcasten. We zijn gewoon binnengekomen op nummer 8. In de beschrijving staat de link naar de podcast video op YouTube. En ook Spotify. Dus check sowieso even de beschrijving. En ja, misschien gaan we het even vieren vanavond. Zo toch naast me, dus hoef niet ver te rijden. En ik denk dat ik hier nu weer ga filmen. Dus ik zou zeggen, blijf kijken. En dan zie ik jullie strakjes. Nou jongens, Ethan slaapt eindelijk. Deze vlog zit erop. Vonden jullie deze video leuk? En natuurlijk een duimpje. Vond je deze video leuk? Doe natuurlijk een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Ik zie jullie volgende week weer. Doei!